Welkom bij de samenvatting van de topper VVSB tegen TSC, gespeeld op 23 april in Noordwijkerhout. In een vol stadion kreeg het publiek een prachtige pot voetbal voorgeschoteld. Er werd voor elke meter geknokt door beide ploegen met voor TSC een prima resultaat, 2-2. TSC ging voortvarend van start en de opening van de wedstrijd was voor TSC met een aantal prima aanvallen. Ook VVSB liet in die fase een aantal keren haar tanden zien. Bij een hoekschop ging Ibo Alleskan jammerlijk de mist in en kopte de bal in de 13e minuut in eigen doel. TSC bleef voetballen, maar het team van Frits van den Berg had door het eigen doelpunt wel een mentale dreun opgelopen. De Oetboes Biba kreeg nog een kans, maar die bal was een prooi voor de keeper van VVSB. VVSB, dat regelmatig sneller uitkwam, speelde in de 39e minuut de defensie van TSC stuk en kon simpel scoren. Een serie verdedigingsfouten ging daaraan vooraf. Doelman van der Sman was kansloos, 2-0. Voor de 50 meegereisde Tielenaren was het daarna billenknijpen geblazen. Een totale afstraffing leek in de lucht te hangen. Met katachtige reflexen hield man of the match van der Sman TSC echter op de been. In de tweede helft ging het lopen bij TSC. De wederom teleurstellende Bartels, hij werd gewisseld door Ilias Rotjan, werd gewisseld en eerder had Van den Berg al Erik van der Een gebracht om de verdediging op orde te krijgen. Het was Curtly de Wind die in de 12e minuut van de tweede helft na rust TSC terug in de wedstrijd bracht. VVSB appelleerde voor buitenspel, maar dat was niet aan de orde. Met een mooie loop over de keeper maakte hij de aansluitingstreffer, 2-1. De ene na de andere aanval werd nu afgevuurd op het doel van VVSB. Met aanspeelpunt Sven van Inge, die bijna alle zijn duels won, liep de Tielse aanval als een zonnetje. Nehemia Senaki, de man speelde een puikenwedstrijd, zette door en haalde uit deze aanval nog een hoekschop. Hij zelf zorgde met een fantastische kopbal voor de 2-2. VVSB bleef op de counter loeren en kwam een aantal malen gevaarlijk voor het doel van TSC. Maar Van der Sman toonde telkens zijn klasse. In deze fase gingen beide ploegen voor de winst, waarbij TSC de bovenliggende partij was. Serboni, de uitblinker aan de kant van VVSB, kwam nog enkele keren gevaarlijk voor het doel van Van der Sman. Maar die hield zijn doel schoon. Een prima resultaat van TSC, dat met nog 3 wedstrijden te gaan in de competitie nog steeds een mooie uitgangspositie heeft om te promoveren naar de tweede divisie.